We hebben een aardig idee hoe het leven is geëvolueerd van een enkele cel tot mensen, bomen en fluitende vogeltjes. Maar hoe die allereerste cel is ontstaan, dat weten we eigenlijk niet. Wat we wel weten is dat die cel bestond uit moleculen en dat precies de juiste moleculen op precies de juiste manier dus bij elkaar zijn gekomen in de eerste oercel. Maar hoe dat precies gebeurd is, begrijpen we nog niet. Daarom doe ik onderzoek naar samenplakkende moleculen die spontaan bij elkaar komen in kleine druppeltjes. Eigenlijk net als gebeurd is bij het ontstaan van het leven. Die druppeltjes lijken qua samenstelling al heel sterk op onze eigen cellen, maar ze kunnen zich nog niet delen. Ik kijk of we chemische reacties kunnen gebruiken om die druppeltjes verder tot leven te brengen, zodat ze zullen veranderen in groeiende en delende oercellen. En ik hoop dat chemie zo kan helpen bij het begrijpen waar de allereerste cellen vandaan komen.